Ja, hier begon dus het project Westfriesjeweg. Ja, maar niet de victorie van de Westfriesjeweg. Het was inderdaad niet een bepaald gezellige kennismaking in 2003 voor de toen kersverse wethouder van Enkhuizen, Jan Franks. De 13 Westfriese gemeenten kwamen bij elkaar in het gemeentehuis van Wervershoofd om te praten over de Westfriesjeweg. En ze ruzieden er met elkaar flink op los. In Den Haag was beslist dat er geld beschikbaar zou komen voor de Westfriesjeweg. En minister De Boer, toen de tijd nog van de LPF, die kwam binnen en we presteerden het om zo rond de 20 minuten uit de kruiwagen te springen, waarop De Boer zei: ik heb het gehoord, hier bent u nog niet uit, ik neem het geld weer mee en ging terug naar Den Haag. Franks dacht even dat daarmee de komst van de Westfriesjeweg definitief van de baan was. Maar uiteindelijk besloot hij samen met anderen de handschoen op te pakken, omdat hij wist hoe belangrijk de weg zou zijn voor de regio. Nou, ik ben eens in het gesprek gegaan met een x-aantal mensen, waaronder de gedeputeerden. En hebben gezegd van, moeten we dit nou laten gebeuren, want we willen die Westfriesjeweg eigenlijk heel graag. En toen hebben we gezegd, ja, dan is het handig om een stuurgroep te beginnen, waar alle gemeentes erin vertegenwoordigd zijn. En daar waar nodig willen wij graag met de gemeenteraden en met burgers in gesprek om ze het nut en noodzaak van de Westfriesjeweg te laten zien. Uiteindelijk gaan de neuzen weer de juiste richting op. In 2010 zet de wethouder een handtekening onder het contract, waardoor de weg er definitief komt. En nu is het dan zover dat na 40 jaar praten de Westfriesjeweg vrijdag eindelijk officieel open gaat. Gelukkig heb ik dit in mijn bestuurlijke carrière nog mee kunnen maken, dus ik ben er heel blij mee. Maar je moet niet meer achterom kijken, je moet nu voorom kijken en dat ligt daar. Heel erg mooi, de Westfriesjeweg.